De problemen waarmee het Matawai-gebied te kampen heeft, hebben de aandacht van de regering. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 1 mei wederom een bezoek gebracht aan dit deel van Suriname. Het staatshoofd heeft samen met enkele ministers de noden van de leefgemeenschappen aangehoord. Het ligt in de bedoeling om de vraagstukken op kort termijn aan te pakken. Zonder aan of gado ben je nergens. Ja, ga man. Zonder afesief gado in het derde ontwerp. Ik ga je ga man. Alle desbordes doden. De Matawai zijn bij de theater. Vanaf 2009. De sapje op motor. Sorry, ga man. Ik wil gewoon je stad. Oh, apparees die spata zo. Maar in de sap van ABD. Nono, ga. Maar de smassa is maar verleden. Ja, papa. Voor Matawai. Ja, papa, de massa. Zij denken positief. Voor dat je gaat, man. Wat er van over. Dat jij gaat, man. De smassa is maar heden. Ja, gaat, man. Voor Matawai. Sorry, gaat, man. Zij denken positief. Ja, gaat, man. Wat heb je de kracht van over? Dat jij gaat, man. De smassa is maar toekomst. Ja, gaat, man. Voor Matawai. Voor dat jij gaat, man. Zij denken negatief. Ja, man. En dan was zij denken positief. Adiare van de massa. Abdel van Oudo. Adiare van de denk ik gewoon aan richting. Zware van de massa. Omdat Galo aan plannen aan wat allemaal. Adiare ga. Dit bezoek is gevolgd nadat ik eerder een uitnodiging gehad had van de Gramang. Onze grandma Valentijn, tijdens mijn vorig bezoek, toen een heel gebied, althans een belangrijk deel van het gebied, onder water lag. We zijn gekomen, hebben het gezien. Nu is het water weggetrokken. Maar het is goed om te komen zien wat het water gedaan heeft. En eerlijk gezegd, het heeft me geraakt. Want heel wat mensen denken, Watrakong, deel van het volk zal wel ergens een hulp gevonden hebben. Watragwe, afvallen kon dat bij Baka. Wel, het is niet zo. En ik heb heel wat dorpen bezocht, samen met die grandma. En ik zie verlaten dorpen. Ik zie grote dorpen met slechts 20 mensen. Ik zie grote dorpen met alleen volwassenen. Ik zie grote dorpen waar mensen geen zekerheid hebben wat er nu gaat gebeuren. Wat wil ik hiermee zeggen? Is namelijk als dit probleem van wateroverlast een structureel probleem gaat worden, en dat is wat deskundigen mij gezegd hebben op de regeringsraadsvergadering, dan moeten we rekening houden dat de personen die elk jaar dit meemaken en steeds moeten wegtrekken, dat ze uiteindelijk gaan beslissen dat ik ben. Niet meer investeren hier. Dan ga je geen dure dingen meer kopen hier. Geen gasfornuis, geen wasmachine, geen motor. Dan gaan we weg. Wat gaat er dan hier gebeuren? Met die dorpen? Terwijl het dorpen zijn die een historische functie hebben. Het zijn dorpen die een culturele functie hebben. Het zijn dorpen die zorg dragen voor een stukje ecotourisme. Het is een dorp waar mensen meer dan 300 jaar gezorgd hebben voor onderhoud van ons bos. Beseffen we wat er hier gaande is. En ik was bijzonder ingenomen tijdens die Kroetu, maar ook in het bilateraal overleg met de Gramang en zijn kabinet, dat men willing is om naar hogere gebieden te gaan. Een discussie waarvan wij dachten, het zal moeizaam verlopen, en hier zegt men, we zijn ready. Regering, maar de principe moest go. Alaibusi, opabusi, maar mino man anga horu anga chapu. Heb me een machine. Wel, we zijn overeengekomen. We gaan een groot plan maken. Want als je die mensen verder een kilometer optrekt, want die gebieden zijn er, ik kan die machines ook sturen. Maar dan moet er wederopbouw komen. En dan heb ik de lokale gemeenschap nodig. Niet alleen de regering. En dat is het tweede commitment. Ja,
We doen Alassane Diasso, president. We bouwen Egi Sani. We bouwen Egi Oso. We roken aan een suma concessie. De mij geven we een we poten een fonds. Aan een fonds dat we ontwikkelen. Maar Diasso heeft plantie van Oudu. Dat is wat ik zoek. Samenwerking tussen regering en dorpsgemeenschap. In dit geval de leefgemeenschap van Matawai. En tweede, met die ondernemers die hier bezig zijn. Dat is het traject wat we gaan afleggen. Tegelijkertijd moet je ook rekening houden, namelijk dat er issues zijn die spelen van infrastructuur, wegen, drinkwatervoorziening, elektriciteit, scholen, gezondheid. Maar nu hoor ik dat de rechtspositie van het traditioneel gezag nog niet eens geregeld is. Nou, dat is ook een issue voor mij om dit goed te bekijken. Aan de andere kant is het ook bijzonder belangrijk om na te gaan wat we hier met die jongeren allemaal gaan doen. Want ze trekken weg. Dus een hele grote uitdaging. En de twee dagen heb ik tête-à-tête gehad met de Gramang en zijn kabinet. Dan hoor je veel meer dingen, veel meer issues die spelen. En ik vind het jammer dat afgelopen decennia er onvoldoende ontwikkeling is gekomen. Als wij zeggen de wereld zoekt naar biologische voeding. Hier is biologische voeding. De mensen gebruiken geen chemicaliën. De mensen gebruiken geen stoffen die verboden zijn. Nou, hier moet je die ontwikkeling brengen. Maar we kijken naar het weer. En de deskundigen zeggen, het zal blijven regenen. Als dat zo is, zal de bodem vochtiger worden. Zo opzangen de Gronfroktuno. Zo opzangen de Kasabano. Zo opzangen aan Napino. Zo opzangen aan Tatano. Dus we moeten ook daar denken dat ook daar impact zal hebben. Dat die zaken niet zullen groeien. Of heel slecht zullen groeien. Wat is ons antwoord? Twee, moderne technologie. En we zijn bezig om die zonne-energie te brengen. We hebben goedgekeurd als regering financiering vanuit IDW. Dat we miljoenen vrijgemaakt hebben voor zonne-energie. En ik heb de minister van Natuurlijke Hulpbronnen al gevraagd. Een deel van je zonne-energieproject moet je voor kassenteelt gaan reserveren. Zodat we alvast kunnen starten. Dat is de moderne technologie om door te gaan. Niet alleen met de traditionele Gronfroktu, maar ook nieuwe gewassen. Waardoor zij kunnen verkopen aan de stadsmensen of zelf kunnen exporteren, want die lijnen van export hebben we ook. De tweede mogelijkheid is namelijk, breng ook nieuwe producten die wel die nieuwe grond, die vochtige grond, eigenlijk kunnen gebruiken om te kunnen groeien. Bijvoorbeeld, als we hier, we hebben zoet water hier, een beetje lage gelegen gebieden met water, zoet water daar kunnen brengen. En deskundigen onderzoeken voor ons dat we die rijstteelt van Nikeri ook hier kunnen doen. Of die hoge landrijst ook hier met ruimere capaciteit kunnen doen. Dat zijn die oplossingen. We zijn hier om die problemen te horen. We zijn hier om die oplossingen te zoeken, maar wel samen. Want heel wat problemen hebben we gehoord, maar de mensen hebben ook oplossingen. Problemen als openbaar vervoer hier naartoe. Hoe we dat gaan oplossen. Er zijn oplossingen. Ja, president, maar we hebben wel een bus. Hoe bij bus kaba? Hoe op chauffeur kaba? Maar regelen zijn genoeg via NVB. Dat we onze mensen kunnen brengen hier, onze mensen kunnen wegbrengen tegen een redelijk tarief. Dus je ziet namelijk dat er hier een heel positieve energie is. Met een goede ondernemersgeest, met een goede willingness, met een goede ook intentie om samen met de regering samen te werken. Er komt een projectteam. Hier van Matawai gemeenschap. Er komt een projectteam, daar in Suriname, in Paramaribo, met kabinet en met de ministeries, waar wij allemaal een stukje verantwoordelijkheid op ons gaan nemen. Kabinet-president en Matawai-gemeenschap. Samen, we gaan ze doen in Paramaribo. Uitnodigen, de samenwerkingsgebieden afspreken, de issues identificeren, een tijdlijn uitstippelen. Hier starten we, daar voeren we uit. Dat is wat we afgesproken hebben. Maar op basis van inclusion. Iedereen betrekken. Op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. Op basis van collectieve inspanning. Het is een heel vruchtbaar bezoek geweest. Ik ben nu uitgenodigd om nu een week lang te blijven. Ik heb gezegd dat ga ik doen. Nadat de projectresultaten al zichtbaar zijn, dan moet ik komen.
En zo meer ook al. Dus, Master Alvin, dit is wat we moeten doen. Overal waar er problemen zijn, gaat de president aanwezig zijn. Om samen met de mensen oplossingen te zoeken. Natuurlijk zijn de problemen groot in het hele land. En overal zal ik als president gaan om samen met de mensen te zitten. Om te praten over de problemen en de oplossingen. Nu is er een boot zonder een motor die schoolkinderen moet transporteren. De school begint hier eind van deze maand. Nou, breng die motor daar zo. En laat die kinderen transport krijgen om naar die scholen te gaan. Dat is een loohengend fruit. De Gramang heeft een zwaardere motor nodig om die dorpen te kunnen bezoeken. Die motor krijgt hij binnen 2 weken. Ze horen over goedkope voedselpakketten van de VHP. Ik heb al opdracht gegeven. Die voedselpakketten moeten hier ook komen. Ook voor 160 SRD en niet hoger. Die komen ook hier zo. Daarna zijn er projecten die je heel goed moet voorbereiden met de ministeries. Daarna zijn er projecten die van infrastructurele aard zijn. Die moet je ook bespreken met andere stakeholders. Zoals de investeerders, de ondernemers, de concessionarissen en dergelijke. Dus korte termijn, ja, ze gaan. En dat is die positieve geest die ik bij de presentatie van de problemen gehoord heb. President, kijkt u naar, deze zijn onze problemen. Je hoeft niet alles op te lossen. Las 1, 2, 3 voor ons absoluut tevreden zijn.